Gewoon een supervrolijke jongen. De familie Gravendeel was op vakantie in Italië toen zoon Maurits zich op een avond niet zo lekker voelde. Hij is toen gaan slapen en een dag later is hij wakker geworden. En toen zagen we dus die rare paarse blosjes met zwarte speldenprikken erop, puntjes. En ik heb hem naar het ziekenhuis gebracht, ik heb hem op mijn rug genomen, uit het taxigedeelte op mijn rug genomen en naar binnen gebracht bij de eerste hulp. Ik mocht gelijk doorlopen, hij is naar intensive care gegaan en ik heb hem daarna nooit meer gesproken. 1 op de 3 mensen besmet met het meningokokken W-variant overleeft het niet. Na 20 dagen strijd moest ook de 17-jarige Maurits het opgeven. Ja, hier zie je een foto waarin, nou, dat is een beetje op het einde van zijn leven, waarin de benen donker worden en helaas niet meer verbeterd. Het verdriet is vers? Het verdriet is heel vers. Maar de boosheid is er ook? Ja, er is verdriet, er is boosheid en verdriet uiteraard aan Maurits en boosheid omdat het eigenlijk met een prik van 60 euro had kunnen voorkomen, als ik het maar geweten had. En heel Nederland had moeten weten, eigenlijk al 3 jaar lang, sinds 2015. En ik vind het schandalig dat er niet op geacteerd is, dat ze gewoon vaccins besteld hebben. En zelfs al wil je geen vaccin, dan doe je het niet, maar ik had het graag geweten en nu wist niemand het. Ja, een paar mensen, onder meer artsen die hiermee te maken krijgen, hebben wel zichzelf en ook hun kinderen geënt. Dat begrijp ik ook nog, maar als die artsen het zelf doen, denk ik had ik ook graag zelf geweten als gewoon een Nederlander dat ik mijn kinderen en mezelf kon enten. Nederland moet echt een inhaalslag leveren nu. Ze moeten een inhaalslag leveren in de wetenschap dat ze te weinig vaccin hebben. Dus ze hebben zich gekozen voor 1 jaargang, namelijk de 14-jarigen. Maar de groep 15 tot 18 zou eigenlijk ook nu per direct moeten worden geënt. Nee, dat wens je echt niemand toe. Het is zo voorkombaar. Hij was gewoon met vrienden, hij heeft gewoon wel een leuk leven gehad.